Nou, dit kabinet van mij heeft afgelopen zaterdag de 4 jaar bereikt. En we hebben de verkiezingen, zoals u weet, op 15 maart aanstaande. En in die 4 jaar moesten wij het nooit hebben van automatische meerderheden. Bijvoorbeeld in de Eerste Kamer hadden we überhaupt al geen meerderheid. Dit is echt een kabinet wat het moet hebben van de kracht van argumenten. En dat zal de komende maanden nog meer gelden dan het in de afgelopen 4 jaar al gold.